Welkom bij de Garuda Indonesia Experience. In Executive Cloud Stories volgen we succesvolle Nederlanders tijdens hun zakelijke activiteiten in Indonesië. In de komende afleveringen staat het team van restaurant Blauw centraal. Restaurant Blauw wordt momenteel beschouwd als het beste Indonesische restaurant in Nederland. De general manager en chef van restaurant Blauw zullen 10 dagen naar Bali gaan om te bekijken of het mogelijk is om een eigen restaurant op Bali te openen. Ze zullen de beste restaurants, hotels en winkels bezoeken ter inspiratie en vermaak. En tevens nemen ze een kijkje achter de schermen bij 2 Nederlandse topondernemers die wonen en werken op Bali. We arriveren bij een van de meest populaire Indonesische restaurants van Bali, restaurant Candi, in het hippe Seminyak waar chef-kok Agung de scepter zwaait. In Candi, we really adore Indonesian food, yeah. So Candi is an Indonesian-inspired food rather than Indonesian authentic Indonesian. Dat is puusen kaap met de Westen gouden in Indisch eten. Ja, qua eten wat veel fusion. We kregen bijvoorbeeld een steak met ketchup. En ik, ja, dat is iets waar we hier toch voor waken dat we dat niet doen. Dan kom je hier eigenlijk niet mee weg in Nederland. Ja, ik vind het is de mooiste keuken van allemaal gezien in Bali. Want het is indrukwekkend van de keuken. De beste sambal ooit gehad in Bali. Met de 9 verschillende smaak sambal. Dat is bijzonder. Okay, we will start with serving a crunchy tofu square. Actually, the tofu was braised first, then I just deep fried in and out. And then the tempeh soup salad, which is tempeh salad based on the rujak dressing. And then for the main, I would like to serve you a short ribs based on the honey, cardamom, and soy. That is a fusion cut with the Western gouden in Indisch eten. De idee is goed, de presentatie is mooi, maar ik vind het niet altijd lekker vind. Dat is de combinatie. De volgende dag checken we in bij het Colony Hotel. Een gloednieuw boutique hotel tegenover het Legian. Het Colony is natuurlijk veel kleiner dan de Legian en W. Maar kan zich zeker meten met de grote hotels. Het is wat minder highbrow, het is wat ontspannender. Wat ook alweer lekker is. Het is wat goedkoper, ook niet onbelangrijk, maar het ziet er schitterend uit. Helemaal wit, met alle appartementen om een zwembad gecentreerd. De service kan beter, ik mag wel een cursusje tegenaan, maar ze doen vreselijk hun best. En ik voelde me daar ontzettend op mijn gemak. We verlaten Seminyak en keren terug naar Ubud. Agus en Crispijn willen graag meer van het binnenland van Bali zien en kiezen daarom een mooie route. Na 1,5 uur rijden arriveren ze bij een van de mooiste hotels in de omgeving, de Chedi Club. Ze hebben gehoord dat hier de beste rendang van Bali wordt geserveerd en dat je hier echt tot rust kan komen. The Chedi, I would say, is for somewhere where you need to just go and switch off. You know, preferably not a single mobile phone or BlackBerry or iPhone around you. Because there are still places like that should try to tickle you to actually relax and not be full of energy, which you can do down here. The Chedi Ubud is very serene, very quiet. I mean, you can hear the rice grow. There's no noise. Een kamer met je eigen butler. Ja, het is een klein stukje paradijs op aarde. Het hotel en het restaurant. Op een waanzinnig mooie locatie. Het restaurant zit midden in een sawa. Dus, en het is helemaal open. Dus waar je ook kijkt, heb je het uitzicht van een aanzichtkaart. Je kijkt over die rijstvelden. Die s'avonds worden opgelicht met kleine lantaarntjes en lampionnetjes. Sreswan Jedi, dat is de mooie presentatie. Met de 3 vrouwen. Eten gebracht. Dat is bijzonder. En de smaak van de rijstappen ook is goed. Lekker en ook meer variatie. So. Dat is de beste rendang in Bali. Dat is rijstappen van Chedi is de beste rijstappen wat ik heb geproefd. Chef Poetel heeft ons uitgelegd over de smaaksensatie van de Balinese keuken. En dat heeft ook wel bewezen wat het dan is. Het is inderdaad een brede, volle smaak.
inderdaad een tinteling op de tong. Niet te pittig, maar wel vol gekruid. Echt lekker. En zijn rendang schijnt de beste rendang van Bali te zijn. Nou is de rendang onlangs uitgeroepen tot het beste gerecht ter wereld. En wij hebben de beste rendang van Bali gehad. Nou, ik denk dat je de beste rendang ter wereld hebt geproefd. Hij was waanzinnig. Dicht bij de Chedi Club is de prachtige winkel van Chloé Fichot, nicht van de inmiddels overleden Franse kunstenaar Jean-François Fichot, die lang op Bali woonde en werkte. Zijn werken zijn stuk voor stuk uniek. In deze winkel vind je zijn bijzondere private collectie die alleen daar te koop is. Tot slot bezoeken we een aantal fashion- en lifestyle winkels waar we wederom bijzondere producten vinden. Bezoeken van deze drie winkels haasten we ons naar Barca, de strandtent van het moment hier op Bali, waar we zullen gaan genieten van de zonsondergang. In de laatste aflevering gaat Agus koken voor alle chefkoks die we de afgelopen dagen hebben ontmoet. Hij is zeer geïnspireerd door al het heerlijke en authentieke eten en kan niet wachten om zijn kookkunsten te tonen. Zal hij zich kunnen meten met de culinaire top van Bali? Verder blikken Agus en Crispijn terug op hun executive class story en beantwoorden ze hun eigen vraag: is er plaats voor restaurant Blauw op Bali?